Nee. Ik twee. Jeetje, wat een klote rit, zeg. We zijn niet nog verder in de bush kunnen gaan wonen. Oh, wat heb ik jou gemist. Oh, dat verkeer, zeg. Oké, okay, dames, even het moment. Op het moment dat zij aanbelt, jij weet dat zij het is, dan mag jij wat blijer zijn. Dan mag je even wat meer power laten zien van, oh, wat leuk mijn zusje. Oké. Okay. Ja? Ja. Gaan we dat doen. Jullie bestaan niet zo lang, hè? Nee, we bestaan afgelopen 1 maart 2 jaar. Dus 2 jaar en een paar maandjes. Ja. En weer een nieuw toneelstuk op komst. En weer een nieuw toneelstuk op komst. Ja, daar zijn we heel trots op. Het is het eerste door mij zelf geschreven stuk. Voor 2 dames. Avondvullend. En ja, dat is heel erg spannend. Ja. Hoe lang repeteren jullie al? Wij zijn nu poeers bezig. Wel een maand of 3 zijn we hier toch al aan bezig. Om te repeteren. Mama rookt een pakje per dag. Weet je nog? Ja. En aan het eind van haar leven hoestte ze de longen uit haar lijf. En ze raakte ook helemaal in paniek als ze geen sigaret in huis had. Weet je nog dat papa die keer helemaal moest omfietsen? 5 kilometer door de regen om voor haar een pakje sigaretten te scoren. Kwam die zeiknat van de regen thuis. Oké, dames, hartstikke goed. Hartstikke mooi. Op het moment dat jullie echt over die vakantie gaan praten, ik wil even wat meer vrolijkheid inbrengen. Tussen jullie allebei, hier knap jij van op. Nou, dit is toch weer leuk van de leuke kanten van vroeger. Dus jij knapt daarvan op. Iets meer vrolijkheid wil ik okay. Hebben. Ja? Waarom hebben jullie deze toneelgroep opgericht? Omdat ik dacht, samen met mijn vrouw, Miek Vertult, dachten dat er in Baren wel behoefte was aan een toneelvereniging, toneelgroep, die wat meer aan de dramatische kant ging zitten, zal ik maar zeggen. En nou goed, dat blijkt ook wel, want we hebben al een flink publiek opgericht in die dikke 2 jaar. Ja, één actenfestival hebben jullie ook aan meegedaan, heb ik begrepen. Absoluut. Dus hoe is dat verlopen? Nou, daar zijn we heel trots op natuurlijk, want daar hebben we zo 3 prijzen weggehaald. Waaronder de eerste prijs Beste Regie. Dus door Hermine, die is ook lid bij ons, regisseur bij ons, Hermine Vlaman. En daar zijn we natuurlijk reuze trots op. Ja, jullie geven ook workshops. Is daar vraag naar? Absoluut. Wij hebben nu, want ook Hermine geeft die workshops bij ons. Ik geloof dat we nu 3 achter de rug hebben. Die waren alle 3 helemaal volgeboekt. Dus nee, ook dat gaat heel goed. En ik was jaloers. Omdat jij liever met mama praatte dan met mij. Oh, Jezus. Waar moest jij nou jaloers op zijn? Voor mijn gevoel. Was jij het middelpunt van ons gezinnetje? Was jij het zonnetje in huis? En jij had er geen last van. En jullie hebben alle 2 een hoofdrol, hè? Ja, dat is nogal spannend, want het is gewoon een grote, lange dialoog. En we zijn continu op het podium, dus we hebben eigenlijk haast geen tijd om adem te halen tussendoor. Misschien dacht ik wel dat je hetzelfde zou gaan voelen als ik. En dat wilde ik ten alle tijden voorkomen. Een bullshit. Hoe bereid je je voor op zo'n rol? Door te zorgen dat je je tekst heel goed kent. En door toch wel te zorgen eigenlijk dat je een beetje gaat voelen wat het personage voelt. En dan zo proberen hem toch wel natuurlijk mogelijk te spelen. En door te zorgen dat je heel goed op je tegenspeler bent ingespeeld. En nu is hij dood. En begraven. Wat moet je nu nog? Niets. Toen hij doodging. Toen dacht ik, nu hoef ik hem nooit meer te zien. Wanneer is de première van dit stuk? Vrijdag 3 juni. En dan spelen we ook nog zaterdag 4 juni. Spelen we in de Hasselbak in Eemnes. Dus dat is al zeer binnenkort. En er zijn nog kaartjes te krijgen. Niet zo heel veel meer, maar er zijn er nog een paar over. We hebben een klein stukje van de repetitie gezien. Hè? Kun jij een beetje een tip van de sluier oplichten? Waar gaat het over? Het gaat over 2 zusjes. Zusjes de Jager. Die hebben elkaar door omstandigheden al meer dan 1 jaar niet gezien. En op een gegeven moment komt de oudste zus, Roos, die komt een weekend logeren. Dus Merel, haar jongste zus, die denkt van nou, dat wordt een heel leuk, gezellig weekend. Lekker bij eten, lekker bij kletsen, wordt hartstikke gezellig. Maar het wordt eigenlijk een hele dramatische avond en een dramatische nacht. Jij hebt alles kapot gemaakt. Als jij eerder naar me toe was gekomen, was alles nu toch heel anders geweest. Snap je dat dan niet? Voor de afloop zou ik zeggen van koop kaarten en kom naar Eemnes. Wat ben jij toch eigenlijk een tut? Mij de schuld geven van jouw kutleven? Mij de schuld geven dat jij zo nodig aan de prozaak moet? Mij de schuld geven van die hele toestand? Doe je dat nu echt? En stop! Koffie. Gerard, wil je koffie? Nou, lekker hoor.
Drie jaar dan. Maar jij denkt dat technisch nu alles loopt? Ja, ik heb een hardhoofd. Wat? Wat ben je toch ook een... Dat mag niet van me. Nee, gek! Goed! Denk je dat technisch alles in orde komt terug? Ja, ik ben ervan overtuigd, Twan. Okay. Ja, mooi jongens. Mooi, gaat goed. Nou, in ieder geval iemand overtuigd.